Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeijer. Ik ben hoofdredacteur van Top Hair en trainer en coach voor de kappersbranche. En in deze video heb ik het over motivatie. Als motivatie een interessant thema voor je is, voor je zaak, voor jezelf, voor je medewerkers, dan blijf even kijken. Motivatie is een van de belangrijkste dingen in een kappersalon. Je eigen motivatie is belangrijk. Ben ik gemotiveerd in mijn eigen zaak? Want hoe gemotiveerder dat je bent, hoe ambitieuzer dat je ook bent. Medewerkers motiveren is nog belangrijker eigenlijk. Want dat is een van de meest gehoorde vragen in mijn coachingprojecten. Dat kappers mij bellen en zeggen, goh, kun jij mij helpen mijn medewerkers te motiveren? Dat gaat soms heel goed. En soms gaat het helemaal niet, omdat de basisdingen missen die nodig zijn voor motivatie. Wat is eigenlijk motivatie? Motivatie is de wens. Nee, ik moet het anders zeggen. Ben je gelukkig ergens en maakt je dat wat je doet gelukkig, dan ben je gemotiveerd om daar te werken. Om maar een heel stom voorbeeld te nemen. Stel, je werkt in een knipfabriek. Dat zijn die kapsalons waar ze de lieve lange dag alleen maar knippen. Om het half uur staat er iemand op de mat en dan moet je geknipt. En meestal als medewerker doe je dat ook nog voor minimumloon. Ik moet dan heel eerlijk, dan moet ik even naar mezelf kijken van zou ik dat doen? Nee. Voor geld wel, ja. Maar voor minimumloon zeker niet. De hele dag, ja in, ja uit. Knippen, knippen en nog een keer knippen. En daarvoor krijg je niks anders dan een minimumloon. Dat zou mij niet motiveren. En er zijn er mensen die dat ook niet motiveert. Maar wat is dan wel motivatie? Kijk, als er niks anders is, dan word je gemotiveerd door geld. Dan kan ik zeggen, oké, je werkt hier bij mij in de knipfabriek, maar je krijgt twee keer het minimumloon. Ik zeg maar iets. Dan zeg je, oké, dan is dat mijn motivatie om daar te werken. Maar dan gaat het puur om geld. En dat is wat je ook vaak hoort, dat heel veel coaches zeggen, geld speelt geen rol. Ja, dat is niet helemaal zo. Want als je voldoende geld verdient, dan verdient geld geen rol, een kleine rol. Maar als je minimumloon verdient en je moet er keihard voor werken, speelt het wel een rol. Maar wat is dan motivatie? Meer dan geld. Dat is, als je het leuk hebt, als je zeg maar je persoonlijke, je persoonlijke motivatie daar kunt vervullen in die zaak. Zeg maar, als je elke dag fluitend naar de zaak gaat of naar je werk gaat, dan ben je blijkbaar gemotiveerd. Of je hebt jezelf gemotiveerd, dat kan, hè. Zelfmotivatie noemen we dat. Of je de ondernemer heeft je gemotiveerd. Maar hoe in godsnaam gaat het? Want daar gaat het hier ook om. Van hoe kan ik mij en andere mensen motiveren? Wat ik heel vaak zie in hele grote bedrijven, daar hebben ze doelen. Hè? Het speelt een hele grote rol, spelen de doelen die een zaak heeft. Ook in een kapsalon. Heeft de kapsalon doelen waar de medewerkers het leuk vinden om deze doelen te bereiken? Als het doel alleen maar is, wij staan hier te werken dat de eigenaar heel veel geld verdient, dan is dat geen motivatie. Dus ik wil zelf ook profiteren, maar het hoeft niet altijd in geld. Het kan ook in waardering, het kan ook omdat het leuk is. Maar geen motivatie, en dat kom ik in kapsalons vaak tegen, die werken alleen maar omdat ze dan niet failliet gaan. In heel veel kapsalons gaat het niet goed. En dan is het niet zo, wij moeten hier werken dat de baas zoveel mogelijk geld verdient. Nee, we moeten hier zoveel mogelijk werken dat we in godsnaam niet failliet gaan. Medewerkers die daarvoor moeten werken, die zeggen natuurlijk, ja, dan ga ik een deur verder en ga dan maar failliet. Ik krijg wel werk of ik ga voor mezelf beginnen. Dus dat is ook geen motivatie. Nou, motivatie zijn natuurlijk doelen. Doelen waar deze zaak voor staat. En in grote bedrijven, en dat wilde ik even vertellen, is het doel dat de aandeelhouders zoveel mogelijk poen verdienen. En daarvoor moet een organisatie werken, daarvoor moet iedereen werken. Dat zou ook voor mij geen motivatie zijn. Daar moeten andere dingen komen. Nou,
In een kapsalon heel duidelijk, als ik gevraagd word, wil jij even kijken of je mijn medewerkers kan motiveren, dan ga ik eerst kijken of ik jou kan motiveren. Want misschien ben jij ook niet gemotiveerd en dat springt over op je medewerkers. Want als jij ook geen zin meer hebt en innerlijk ontslag hebt genomen omdat het gewoon niet goed gaat, dan doen je medewerkers dat ook. Dus er moeten concrete doelen zijn en die doelen die vinden wij dan ook samen. Nou, en die doelen moeten natuurlijk ook realistisch zijn. Als daar staat, bijvoorbeeld het doel is om 1 miljoen euro omzet te maken. Ja, dan weet de medewerker niet, wat moet ik ermee? Is het voor mij? Is het voor wat is dat dan? Nou, financiële doelen zijn meestal geen doelen die tot de verbeelding spreken. Je moet dus doelen hebben waarvan ik denk, ja, dat wil ik wel doen. En dat er geld verdiend moet worden, dat weet iedereen inmiddels. Er moet gewoon geld verdiend worden. Maar dat is toch niet het hoofddoel. Dus er moeten doelen zijn die realistisch zijn. En als er 1 miljoen verdiend moet worden, dan moet ik weten, wat is dat dan per maand? Wat moet ik per maand binnenbrengen? En is het het enige doel? Nee, dat moeten andere doelen zijn. Een visie, een missie. Bijvoorbeeld kan het een doel zijn om zoveel mensen mogelijk gelukkig te maken. Dat is een doel. Blije klanten. Dat is een doel. Maar hoe doen wij dat? Nou ja, dat staat in de visie en de missie. En dat staat misschien ook in het handboek. En ben ik zelf als leidinggevende of als ondernemer gemotiveerd? En mijn motivatie, hè, als ik even van mij uitging, zou gaan, dan zou het zijn, hoeveel verantwoording heb ik in jouw winkel? Moet ik de hele lieve lange dag doen wat jij mij vertelt? Of krijg ik zoveel verantwoording dat ik dingen in eigen regie kan doen. Maar ook dan, als het verkeerd gaat, is het mijn verantwoording. Want die wil ik wel hebben. Maar ik wil ook, als ik dingen verkeerd heb gedaan, wil ik daar ook over praten. En zeg van, ja, hoe kan ik het volgende keer beter doen? Heel veel medewerkers zien hun job als alleen maar als bijverdienbaan. Ja, wat moet je daar nog doen? Hè? Dat is dan gewoon zo. Ze willen gewoon een beetje bijverdienen. En voor de rest ligt hun geluk bij de kinderen, bij hun thuis. Ja, dat is. Dat kan ik hier in een vlog niet behandelen. Wat je dan moet doen om mensen die hier alleen maar komen voor een beetje poen bij te verdienen, om die te motiveren. Nou, in elk geval, slechte communicatie is een demotivator. Heel, heel duidelijk. Dus als daar weinig. Ik noem het altijd actuele uurtjes zijn. Dus dat zijn de werkvergaderingen waar iets besproken wordt. Als die er niet zijn, dus dan is daar slechte communicatie van hoe moet je dan motivatie overbrengen. Kan niet, hè? Dus dat moet je natuurlijk dan ook doen regelmatig. En als ik in een kapsalon kom waar ik de motivatie aan moet zwengelen, dan ga ik ook kijken van hoe kunnen we de communicatie verbeteren. Hoe kunnen we de doelen die we hebben aan de medewerkers kenbaar maken. Hoe kunnen we meer verantwoording overbrengen naar de medewerkers. Dat zij ook veel meer in eigen verantwoording gaan doen. En dan wil ik natuurlijk weten van elk medewerker, wat zijn je persoonlijke drijfveren? Heb je die? Heel veel mensen tegenwoordig hebben een persoonlijke drijfveer. Die willen iets in hun leven realiseren. En is dan de zaak waar je toch heel vaak bent, een groot gedeelte van je leven, ben je toch aan je werk? En kan ik daar verwezenlijken wat mijn persoonlijke groeidoelen zijn? Nou, dat is iets om na te kijken. Drijfveren en de persoonlijke situatie natuurlijk van de medewerker. Waarom ben ik bij jou? Daarom is het ook zo belangrijk als je mensen in dienst neemt, dat je die mensen vraagt, wat is je motivatie om bij mij te werken? Ben je alleen maar bij mij gekomen omdat je hier met de fiets kunt komen, omdat je hier in de buurt woont? Of ben je bij mij gekomen omdat je geen betere baan kunt vinden? He, dat kan allemaal. Of ben je bij mij gekomen omdat het gewoon zo lekker dichtbij is? Of heb je een grotere motivatie om bij mij te komen? Misschien ben je op mijn website geweest. Misschien spreekt je mijn visie en missie aan. Misschien vind je dat wij het in onze kapsalon goed doen. En ik wil daaraan deelnemen. Ik wil ook zo worden. Maar dat moet je natuurlijk van tevoren weten. Of je een medewerker die alleen maar bij jou komt werken. Omdat hij toevallig met de fiets bij jou kan komen. Als dat de enige motivatie is en er gewoon pech had. Dus dat zijn allemaal dingen die je aan medewerkers kunt vragen. Nou, dat is wat ik over het thema motivatie op dit moment te vertellen heb.
En als jij, ik heb er twee boeken trouwens, twee e-boeken over geschreven. Als je die wilt hebben, stuur gewoon een e-mail. Staat onder in die tekst. En dan stuur ik die twee e-boeken die ik over motivatie heb geschreven, die stuur ik naar je op. Gratis, uiteraard. Doe er je best mee, doe er je voordeel mee. En ik zou zeggen, als je vragen hebt over motivatie, of je wil dat ik een keer kom kijken, dan hoor ik het. Je weet mij te vinden en dan gaan we over motivatie spreken. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag mensen.